Hallo allemaal, welkom bij deze video van Stichting Hoogbegaafd. Jullie zullen vast allemaal de documentaire Door de Bomen wel gezien hebben. Een hoogbegaafde thuiszitter, Tim van Ede, staat daarin centraal. Zijn verhaal met het niet zo passende schoolsysteem en hoe de natuur voor hem de uitweg is. Vandaag ga ik met Tim praten. Het is namelijk inmiddels een jaar verder sinds de laatste opnames voor de documentaire. Hoe gaat het nu met hem en hoe ziet er voor hem dan wel het ideale onderwijssysteem eruit? Ik hoop dat jullie iets gaan leren of deze video leuk gaan vinden. Het is in ieder geval een prachtig zonnetje, maar laten we Tim erbij halen. Welkom Tim. Ja. Nou was je weer voor de camera. Ja. Hoe beviel dat geleden. Nou? Jezelf terugkijken? Ja, nou ja, het was op zich wel grappig. Alleen, ik vond het wel jammer dat de première waren de cameraman en de geluidsman er allebei niet. Die konden niet komen. Dat was jammer, maar dat was een interessante ervaring. En ook gewoon dat je echt met alles gevolgd wordt. Dus je moet even aankondigen als je naar de wc gaat, want anders film zie je daar nog. Ik heb al meerdere keren gehad dat ze echt, zeg maar, dat ik interessant wegliep en dat ze heel stilletjes achter me aanliepen. Oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En ik de wc instapte. Nee, het was een interessante ervaring. Ja. Ja, en er was gigantisch veel aandacht. Voor de documentaire. Hoe is dat voor jou? Ja, enerzijds was het is heel erg, fijn. Ik wil zeggen fijn om te horen dat mensen er iets aan hebben gehad. Maar het is enerzijds ook natuurlijk heel schrijnend dat mensen er iets aan kunnen hebben. Omdat dus die mensen ook met hetzelfde probleem zitten. En vanuit daar hoop ik wel dat de documentaire toch een soort van, een verzachtende factor heeft gebracht voor sommige mensen. Misschien weet dat ze er niet in een eentje in zitten. Want heel veel mensen waarvan ik het heb gehoord, hebben ook die hebben eigenlijk nog nooit gehoord van iemand anders die hier ook mee te maken heeft gehad. Dat ik echt denk van zijn mensen die dan 40 zijn en zeggen dat ze nog nooit een andere hoogbegaafde bewust hebben ontmoet. Nou ja, dus ik hoop dat op die manier ook veel mensen van wie je misschien minder snel verwacht er iets aan hebben gehad. En, ja, en die documentaire, voor degenen die hem niet gezien hebben, zeker een aanrader, dat ten eerste. Maar je praat over hoogbegaafdheid en eigenlijk wat dat heeft betekend voor jou. Ja, nee, ik praat in principe over hoogbegaafdheid in een... maar niet per se over over inhoudelijk wat hoogbegaafdheid is, maar meer op een praktische manier, zeg maar, hoe ik het ervaren heb, hoe ik ermee om ben gegaan, wat de gevolgen van mij in mijn leven waren. En dat wordt een beetje in beeld gebracht door de regisseuse. Dus En als je meer naar de inhoud kijkt, hoe ben jij hoogbegaafd? Hoe ben jij anders, om het zo maar te zeggen? Ik ben natuurlijk echt 10 keer zo slim als de gemiddelde mens. VWO is natuurlijk gewoon met 10 vingers in mijn neus, zeg maar. Ik doe gewoon, zeg maar, ik bind een inktpen op mijn hoofd vast en doe ik gewoon splatje, splatje, splatje. En dan vul ik zo mijn toets in. En dan, dat is hoe ik dat een beetje doe. Nee, maar eigenlijk, zeg maar, hoe ik hoogbegaafd ben, vind ik een hele lastige vraag. Hoofdzakelijk omdat het, hoe is iemand hoogbegaafd? Hoe is iemand niet hoogbegaafd? Hoe is iemand, ik denk dat je er een filosofische vraag uit terug kunt leiden. Ja, nou ja, dit zei ik op de première, werd me ook een soortgelijke vraag gesteld wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk? Toen heb ik eigenlijk mijn antwoord kwam neer op, het ligt er heel erg aan wie het vraagt. Ik denk dat als je een bioloog het vraagt, dat je dan een heel antwoord krijgt als je een psycholoog het vraagt. Dan als je een pedagoog het vraagt, dan als je bij wijze van een arts het vraagt. Er is geen eenduidig beeld en dat is ook omdat het zo divers is. Het is helemaal niet gek dat er een eenduidig beeld of geen eenduidig beeld is. Want dat is er ook niet. Ik denk niet dat het er zou kunnen zijn. Maar dat maakt het wel lastig, want een hele hoop mensen zijn gewend om in patronen te denken. Als je op die manier op de patronen die je altijd gemaakt hebt voortborduurt, denk ik nooit dat je tot een nieuwe oplossing komt voor een probleem wat eigenlijk best wel stilzwijgend toch bestaat. En als je dat probleem moet beschrijven, lukt je dat? Ik denk dat het probleem vanaf, ik denk dat het probleem
voor een groot deel ligt bij begrip. Want veel mensen hebben toch vaak een beetje een insteek van stel je niet zo aan, doe het nou maar gewoon. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld op school dag in dag uit van de docenten horen krijgt van ja, doe het maar gewoon. En je hebt geen sociale aansluiting omdat je klasgenoten die zijn allemaal niet hoogbegaafd. En begrijp me niet verkeerd, er is niks mis met niet hoogbegaafd zijn, maar er zit vooral op jongere leeftijd zit er zo'n verschil in de cognitieve ontwikkeling. Dus vooral de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen. En ja, dat is zeg maar echt op vroege leeftijd al een van de grootste problemen waar ik persoonlijk tegenaan ben gelopen. Maar ook er is de misconceptie dat veel werk gelijk is aan interessanter / moeilijker werk. Waardoor je dus zeg maar extra werk krijgt plus klassen, maar je het reguliere werk nog steeds af moet krijgen. Wat dus eigenlijk een beetje het doel ondermijnt. Ja, de laatste opnames, vertelde je me, zijn nu ruim een jaar terug voor die documentaire. Ja. En een van de meest gestelde vragen is natuurlijk, hoe gaat het nu met je? Ben je er echt uit? Gaat het fantastisch? En loop je nergens meer tegenaan? Of zijn er nog steeds struggles? Ja, nou ja, natuurlijk heb ik, waar ik nu vooral tegenaan loop, is het feit dat ik wil gaan studeren. Maar dat ik een VWO-niveau diploma heb, dus ik ben nu bezig met de Pi Academy. Is een instelling waarmee ik zeg maar in Amerika een diploma haal. Dus dan nadeel is alleen dat het Amerikaanse diploma zit een beetje tussen HAVO en VWO in. En daarvoor moet ik dus nog extra dingen erbij hebben. AP's heten die dan. Maar eigenlijk zeg maar lastig vind ik vooral het feit dat daardoor wel alles weer langer duurt. Omdat ik weer een jaar extra bezig moet zijn. En dat ik weer langer mijn energie erin moet steken. Desondanks dat ik eigenlijk al gewoon op universitair niveau kan denken. Maar dat je het opnieuw moet bewijzen voor inderdaad. Het Nederlandse schoolsysteem. Ja, en het vervelende vind ik dan zeg maar op het Nederlandse schoolsysteem. Nou ja, hoe grof dat ook klinkt, dat is gelijk voor iedereen zeg maar. Qua regeltjes. Niet iedereen wordt gelijk behandeld, maar er is in principe een basisregel. Universiteiten staat het vrij zelf te bepalen wat de vereisten zijn, in principe. Nou moeten ze dat dan ook voor iedereen recht trekken, maar ik snap enigszins wel dat ze de AP's erin verwerken, maar het voelt voor mij gewoon vrij frustrerend dat ik nu toch weer die AP's erbij moet doen. En dat ik er weer extra een jaar in bezig ben en dat ik wil gewoon door. Ja. En binnen de documentaire zagen we ook heel veel dat jij bezig bent met natuur nu, een tijd later, ondertussen weer studie, et cetera. Hoe speelt dat nog een rol in jouw leven? Ja, de natuur speelt afgelopen jaar, sinds het begin van dit schooljaar begint het een wat minder grotere rol in mijn leven te spelen. Vind ik enerzijds wel jammer, maar ik merk dat ik het doel een beetje mis, zeg maar. In de trant van, ik had eerst een heel duidelijk doel om naartoe te werken. Ik wou bepaalde dingen af hebben, ik wou bepaalde technieken onder de knie krijgen. En dat, ik snap ze nu allemaal wel een beetje, maar het daadwerkelijk perfectioneren mis ik soms een beetje de uitdaging in, merk ik. Omdat daar, zeg maar, dat zijn dan hele kleine dingetjes waar je op moet letten. En ik denk van, nee, maar ik vind het heel interessant, ik ben heel breed geïnteresseerd, zeg maar. En dat is waar ik, dat mis ik een beetje, zeg maar. Dus misschien dat ik een keer weer iets vind. Ik wil heel graag aan brons schieten of ijzer winnen. Maar dat lastig is door de temperaturen die daarbij komen kijken. Is het niet iets wat je zomaar in je achtertuin doet, zeg maar. Ik denk dat ik dan dat ik dan mijn huis afvik. Daar ga ik even naar kijken. Dus. Nu is het zo dat ik van je al meekreeg dat er door de documentaire wel heel veel andere hoogbegaafde kinderen geïnteresseerd zijn in bushcraft. En daar ben jij wat mee gaan doen, toch? Ja, ik ben nu met Living My Nature, de organisatie waar ik zelf ook mijn natuuropleiding heb gevolgd, aan het samenwerken om een weekend, zeg maar een oude kindweekend, voor ouders met hoogbegaafde kinderen te organiseren. Dit lijkt me zeg maar, ja, het is een goede uitdaging voor mezelf. Ik denk sowieso
Maar ik denk ook dat veel kinderen dus, want eigenlijk waar ik heb gehoord dat heel veel mensen het zo erg herkennen. En dat ik heb van meerdere hoeken dat mensen mij nu als een voorbeeldfiguur zien. Dat ik denk van oeh, ik weet niet of ik dat zou doen. Maar ja, maar verder. Ja, nee, ik hoop dat het dat allemaal goed gaat. Als jullie meer informatie willen, kunnen jullie een mailtje sturen naar info@livingmynature.nl met in het onderwerp Tim documentaire of Tim hoogbegaafde weekend of hoogbegaafde weekend of iets dergelijks. En dan snappen ze het wel. Ja, en voor jou nu, hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Of het nou realistisch is of niet? Wat zou jij echt willen? Werelddominatie. Oh jee. Ja, iedereen moet naar mij luisteren. Oh. Ja, nee, dat is niet mijn... ja, nee. Wat ik echt wil is gewoon zeg maar mijn ding kunnen doen zonder dat er iemand is die zegt... Hey, jij hebt dit papiertje niet, dus jij kan dit blijkbaar niet. Eigenlijk zeg maar in de kern wil ik gewoon... Ja, hoe grof het ook klinkt, met rust gelaten worden. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. Ik wil mezelf kunnen ontwikkelen. Mezelf blijven. Zonder dat daar iemand zeg maar iets over te zeggen heeft. Of een opmerking over heeft. Of een reden om tegen te houden. Of ja. En dat, want dat is eigenlijk zeg maar... Het komt vanuit een... Want het punt met het Nederlandse schoolsysteem momenteel is... Het komt vanuit een goede bedoeling. Voor een groot deel. En er zijn mensen voor wie het echt zeg maar... nodig is dat de leerplicht en zo bestaat. Officieel heet het ook geen leerplicht meer, het heet leerrecht. En dat vind ik eigenlijk een betere benaming, maar de inhoud is niet veranderd. Dan loop je tegen het dilemma aan, hoogbegaafdheid is niet iets waarvoor passend onderwijs nodig is volgens de ogen van de wet. Nee, maar ik denk dat vanuit een sociaal-economisch standpunt vooral zoveel meer herkenning en opleiding bij vooral docenten en begeleiders, IB'ers op scholen, vooral op de basisschool. Maar als je op de basisschool kunt herkennen, kun je hier op de middelbare school op aanpassen. En dan weet je ook, zeg maar, dan kun je begeleiding krijgen, dan kun je een psycholoog bewijzen van, dan kun je allemaal, weet je, je kunt de hele... Je kunt je erop voorbereiden. Leraren moeten dan als stap 1 maar herkennen dat daar een ontwikkelingsproces is. Ja, exact. En vanuit daar vind ik persoonlijk eigenlijk dat er een verplichting zou moeten zijn tot het in ieder geval opleiden. Workshops, masterclasses, cursussen, weet ik het wat. Geef docenten zeg maar een referentiekader. Want bij mij was het altijd, oh die is gek, oh die zal dan vast ADHD of autisme hebben. Dat waren de enige opties die er een beetje uitkwamen. Dat hebben we getest, ja, hoogbegaafdheid. Ja. En ik denk dat er zijn genoeg mensen in Nederland die vanuit zo'n soort denkwijze een stempel hebben gekregen. Wat eigenlijk niet bij ze past, maar wat neerkomt op hoogbegaafdheid. Het zijn dus mensen met ADHD, het zijn mensen met autisme, het zijn mensen die, bijvoorbeeld dyslect of mensen met dyscalculie. Mensen die dan niet helemaal lekker meekomen en die dan maar dat stempeltje krijgen. Dan kom je er ineens achter dat je toch niet ADHD had, maar gewoon hoogbegaafd was en dat je hersenen een beetje alle kanten opschoten. Het is 1-3% van de bevolking, hè? Het is veel. Het is niet alsof je zeg maar 1000 mensen in het hele land hebt. Ja, je zit rond de 180.000, 200.000 mensen in Nederland. Als je zeg maar uitgaat van 2% of 1%. En hoeveel thuiszitters waren er nou ook alweer? Dat had je in de documentaire genoemd. Even denken. Tussen de 10 en 35.000? Ja, tussen de 10 en 35.000. Waarvan verwacht wordt dat meer dan de helft thuis zit met hoogbegaafdheid. Dus ook als je kijkt naar het gebied van thuiszitters. Je kunt als je hoogbegaafdheid... serieuzer neemt, kun je in één klap kun je zoveel van die problemen oplossen. De helft van je thuiszitters verdwijnen gewoon. Je hebt ineens een maatschappij waarin degenen die cognitief hoger functioneren, daadwerkelijk weer instromen naar school en daadwerkelijk weer de dingen die ze goed doen, kunnen doen. De dingen die ze interessant vinden, kunnen doen. En ja, ik denk dat het feit dat daar nu pas een gesprek over komt, dat zoveel leed voorkomen kunnen worden.
Maar tegelijkertijd, als we beter vandaag ingrijpen dan gisteren, dan dat er is ook weer morgen heel veel leed voorkomen kan worden in toekomstige exact generaties. Nee, maar als we dus gaan naar een beetje een afronding van dit gesprek. Als ik mag samenvatten, verbeter me vooral als ik fout zit. Eigenlijk wil je gewoon passend onderwijs. Je zit fout. Eigenlijk wil je gewoon passend onderwijs, een passende maatschappij, zodat je jezelf kan zijn. En zodat je kan ontwikkelen zoals jij dat wil. En zoals voor velen hoogbegaafden, voor velen van ons dat natuurlijk hetzelfde is. Ik denk exact dat je namens alle hoogbegaafden kan spreken. Natuurlijk zit ik nu best wel relatief aan het einde van mijn schoolperiode. Ik ben een beetje afrondend, maar er zijn zoveel mensen die... Voor mij speelde dit al vanaf mijn vierde eigenlijk, zeg maar. Nou, eigenlijk vanuit de peuterspeelzaal, dus vanaf ik twee was. En dat is het feit dat ik er nu nog steeds tegenaan loop. Ik loop er dus eigenlijk al 17 jaar, bijna 18 jaar tegenaan. Het zorgt er ook voor, het doet iets met je zelfbeeld. Ja, weet je, je gaat over jezelf denken als minderwaardig. Je gaat... Ja, nee, het is niet goed voor je. Nee. Nee. Ja, ik dacht, ik kom er even naast zitten. In ieder geval bedankt voor je verhaal, voor dat je dit met ons wilde delen. Ik heb in ieder geval onwijs veel respect hoe je om bent gegaan met alle moeilijkheden. En het is enorm jammer te horen dat het nog steeds niet allemaal heel makkelijk gaat. En dat je nog steeds moet vechten voor iets waar eigenlijk gewoon iedereen recht op heeft. Ja. En dat maakt het wel heel erg triest. Maar ik hoop ook voor jou dat je wat herkenning, of jij herkenning, of in ieder geval wat respect meer hebt gekregen door de documentaire. En dat je een heel erg blije en vrije toekomst tegemoet gaat waarin je jezelf mag zijn. En dat gun ik ook voor iedereen die nog te maken heeft met het schoolsysteem, nog een stuk jonger is. Want wij zijn er bijna vanaf. Ja. Maar er zijn wat jammer nou. Die nog aan het begin zitten ervan. En dat we daarvoor met elkaar kunnen vechten voor een betere toekomst zonder alle mentale problemen. Ja. Dus bedankt. En iedereen ook bedankt voor het kijken. En dan hopelijk zie ik jullie weer eens terug bij een volgende video op dit kanaal. Ja, ik hoop het ook. Ja, dus fijne dag. Fijne dag. Doei.